zijn onderweg naar het vliegveld. Dit is het laatste wat jullie van Arizona gaan zien. Ik wil niet weg. Ik ben aangekomen in Toronto, in Canada. We hebben onze bagage al opgepikt. En we zijn nu eigenlijk aan het wachten, omdat een paar mensen naar de wc moesten. Dus we zijn daar ook aan het wachten en dan kunnen we gaan. En volgens mij is het al 8 uur. Het is al 7:45. En in de avond ook, 7:45 in de avond. En dan worden we zo meteen opgehaald door onze familie en gaan we daar naartoe. Ja, dat dus. Zal ik jullie vertellen naar welke familie we gaan? Nou, we gaan dus naar de broer van mijn pa. En het zijn zeg maar 3 broers. En de andere broer van mijn pa komt ook. Dus we zijn er echt gewoon met alle 3 de families. Alleen mijn 2 neefjes zijn niet gekomen. Die konden het niet maken. Die konden niet redden, bedoel ik. Dus ja, we zijn gewoon met de 3 broers en hun families. En zo. Dus dat wordt gezellig. Oké, ik ben dus aangekomen. En ik ben nu met mijn nichten bij, ja, gewoon bij hen thuis. We zijn eventjes aan het wachten op de mannen. Want die zijn even naar ons appartement. De mannen zijn eventjes naar de plek waar we, bij het appartement waar we gaan slapen. Ze zijn de koffers weg gaan brengen en zo. Mijn andere oom die was er echt al in de middag. Dus die zijn in de middag al hun koffers weg gaan brengen. Maar ze zijn alsnog allemaal gegaan. En nu ben ik bij mijn nichten thuis. Hi. Why you gotta do me when I have no makeup on? They're gonna see you when you're beautiful too. Yeah, thank you. Like more beautiful than you are. Thank you. Dus wij zijn met de jongens buiten gaan zitten. Hi there. Dog. We zitten dus nu in de achtertuin, echt al een paar uur. We hebben ook al gegeten en zo. En we hebben weer een shisha gedaan. Ik zei de laatste keer dat, dat ik het waarschijnlijk nog een keer zou doen. Nou, ik heb het nog een keer gedaan. En ja, ik heb dus vernomen dat ze het hier dus bijna elke avond doen. Gewoon voor de gezelligheid in de zomer en zo. Dus ja, ik ga verslaafd worden blijkbaar. Iedereen is al slapen. Behalve deze French bulldogs are cute though. And no, they're cute. They're small and they're like... And they're cute. Pajama. Their faces are pajama. En ja, echt letterlijk iedereen is al slapen. Oh, dus ik denk dat wij zo meteen ook maar gewoon gaan slapen. Goed, doei. En dat we een lift krijgen. Ja, wat slaan man, van mijn nicht. Hi there. You need to stop putting me when I have no makeup on. Okay. It's like the third time she does it. Really? Oké, kijk, wij zijn dus nu in een appartement en blijkbaar zijn hier echt mega veel Chinezen. Niks tegen Chinezen hoor, echt niks tegen Chinezen. Maar ja, gewoon, moet ik even erbij zeggen toch, anders ga je het niet snappen. Dus er zijn hier mega veel Chinezen blijkbaar. We hebben een appartementje en zo. Van een Chinese vrouw. En kijk wat we hier zo zien. Chinese snoepjes. Dus ik ga het proberen. Ik ga dit Chinese snoepje proberen samen met jullie. Dat wordt leuk. Oh my god, dat is lekker. Fadi, niet spoilen. Nee, hij is kapot vies. Ik ken jou. Ja,
Nou, dus de ingrediënten van het snoepje zijn ching chang chong. Klap, ja. Het is wel oké. Niet vies of zo. Maar ik ga me alsnog zo meteen uitspreken, hoor daar niet van. Dus dat betekent dat wij weer terug zijn en ja, we hebben een appartementje. Misschien laat ik hem jullie morgen. Weet je wat, ik ga hem jullie nu laten zien. Kijk, deze zorg ga ik niet laten zien, want het is gewoon de slaapkamer. En dan heb ik hier de woonkamer. Ik fluister omdat het een Airbnb is. En ze zeiden dat als we naar binnen gaan, dat we wel slippers moeten dragen. Gaan we niet doen, hè? We hebben trouwens een Airbnb genomen. Omdat we hier letterlijk alleen maar gaan slapen. Oh mijn god, ik zie gewoon spinnenwebben. Omdat we hier letterlijk alleen maar gaan slapen. En ja, weet je wel, gewoon ontbijt en dat is het verder. Ze hebben gewoon altijd bij familie. We hebben hier even een zithoekje met de kasten. Zullen we kijken wat er in de kasten zit? We gaan kijken wat er in die kasten zit. Godverdamme. Deze chick is eng hoor. Ze heeft overal poppen en knuffels en spinnenwebben. Oh, kijk eens even wat er in deze la zit. Wello. Oh, nog meer wello. Ja, ik denk niet dat we hier in moeten zitten, dus ik ga het maar gewoon zo laten. Oh, volgens mij was dat het. We hebben namelijk de basement. De kelder, dat is het Nederlands woord. We hebben namelijk de kelder. En boven is dan het ontbijt. En ik zag het ontbijt al. Ik ga jullie het ontbijt laten daar een spinnenweb, daar een spinnenweb. Hier hing er eentje. Hoe ga je zo een Airbnb verhuren, kerel? Dat dus. Snoepje is lekker. Ik ga kijken of er nog meer snoepjes zijn. En zo niet, dan ga ik mijn vlog uploaden. Want mijn vlog gaat vandaag bijna te laat upload worden. Maar natuurlijk niet te laat, want dat gaan we niet laten gebeuren. Ik had vandaag wel een super drukke dag. En ik kon hem niet uploaden. Nee, ik had eigenlijk gewoon het hele weekend echt super druk. En ik had de laptop niet meegenomen naar Vegas. En ja, dan gebeuren zulke dingen, weet je wel. Dus ik ga mijn vlog uploaden. En dan zie ik jullie later wel, denk ik, hè.